Het is officieel, Jack zit. Jo verveelt zich nooit. Mag. Hallo, goedemorgen allemaal lieve mensen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is... Hey, heb je je sok niet meer aan? Oké, het is woensdag en we beginnen de dag met een... Ratsvrouw! Woep woep! Kerstdiner! Oh jee, kerstdiner. Zijn sokken zijn weer aan. Jax wil heel graag vloggen. Ik wilde even laten zien dat Jax ongeveer een uur geleden schone kleren aan heeft gekregen. En dit is hoe hij er nu uitziet. Vies buikje. Zo, outfit nummer 2 van de dag voor Jax. Ik vond dit mutsje ineens en ik dacht, oh ja, dat is grappig. Dat hoort gewoon bij dit pakje. Helemaal vergeten. Samen aan ons middageten. Ik begin dan altijd even met hem gewoon aan een broodje te laten kluiven. Daarna geef ik hem nog wat stukjes in zijn mond. En dan na een half uurtje, of zo, dan krijgt hij nog een fles. Want dit is natuurlijk niet genoeg middageten nog, hè. Dat vullen we nog wel aan met een fles. En zelf, ja, ben ik nog steeds niet echt van het super healthy eten. Misschien ben ik dan toch echt zo'n cliché Nederlander die denkt, ach, de kerst komt er bijna aan, hè. Wat maakt het uit? Hartstikke leuk. Nee, mama, waarom wil je dat niet? Ze gaan mijn krullen uit. Je hebt nog geen krullen. Ik bedoel mijn knop. Nou, zeg... Oh my god, hoe lekker. The food of today is broccolisoep en leftover pasta. Want Jola die is natuurlijk op de kerstdiner, dus die eet niet mee. En Bart die is ook iets voor zichzelf aan het fixen, ik weet niet wat. Nog even een klein beetje werk hier. Dat kan, nu dat ze nog niet thuis is. En dan zo Jola ophalen. Hoofdpijn. Nou, het is inmiddels later op de avond. Na het kerstdiner. En ik vond mijn kerstdiner trouwens echt superleuk. Het was ook heel lekker eten en zo. Alleen het was niet echt veel vegetarisch, maar ja. Ja, ik heb het gewoon gegeten. En ja, het was best lekker. Maar ik zit nu zo vol van alles eten. Goedemorgen, kinders. Goedemorgen. Goedemorgen, het is donderdag. We beginnen de dag met een lach. Ja. Hehehe. Het is officieel, Jack zit. Zo, hallo. Ik ben nog niet helemaal opgefrist en zo. Ik heb me even snel aangekleed, want ik wil eerst even snel opruimen in huis. Dan ga ik heel even snel een uurtje werken, want Jack ligt er alweer in. Dus ik heb nu heel even tijd om dat te doen. En dan gaan Jola en ik vanmiddag, jawel, of nee, vanavond, sorry, als Bart thuis is, gaan we naar Cats, de musical. En Jola weet het toch niet? Lijkt me echt zo erg leuk om heen te gaan. Dus we gaan naar de première. Nou, dat is gewoon helemaal leuk. En Jola die is zo erg gek op de laatste tijd op alles van musicals en theaters. Omdat ze zelf natuurlijk ook op de theaterschool zit. Vindt ze het helemaal interessant. Dus ik vind het heel leuk en leerzaam ook voor haar om haar mee te nemen naar zulke dingen. Dus ja, heel veel zin in weer strakjes. Maar nu eerst nog even verder met werken. Ik ga dit serieus deze kerstvakantie zo opruimen. En dan bedoel ik niet alleen mijn bureau en mijn laadjes, maar ook mijn desktop. En dan hebben we het gezichtje weer. Want het is alweer op. Op voor de pop. Dit is dus een super handige als je geen brood meer in huis hebt. Want het is Volcora. Heel zacht biscuit. Nou ja, zo noemen ze het, maar crackerachtig. Dus dat is lekker zacht voor hem. Jola die heeft echt een top kerstvakantie begin. Want ze heeft dit gekregen van JBL. Heel erg leuk. Een speakertje.
En ze weet dus ook nog helemaal niet dat we straks naar Cats gaan. Dus het zijn echt twee startcadeautjes al voor de kerstvakantie. En voor mezelf heb ik ook weer de goodiebox gekregen. Heel erg leuk, de Reflection Box dit keer. Dat zijn dus van die doosjes die je elke maand opgestuurd kunt krijgen. De waarde van de producten die erin zit is bij elkaar 100 euro. En je betaalt, geloof ik, 20 euro per maand voor deze boxjes. Dus echt superleuk en elke keer weer een verrassingtje. Dus je mag het laten liggen en bewaren voor kerst of voor morgen of voor overmorgen. Of je mag één van de twee cadeautjes en dat je de andere bewaart. Eentje nu. Oké, maar die moet ik zeggen. Ja? Ja. Oké, het eerste kerstcadeautje is dat we naar de musical Cats gaan. Ja, wanneer zal het zijn? Wanneer zal het zijn? Nou, wat dacht je van? Zie ik het staan? 20 december? Dat is de première. Je weet wel, met zo'n rode loper en zo. Net zoals met de Lion King. En dat is... Oh, verrek! Dat is vanavond! Echt? Ja, daar gaan we straks heen. Ik zie dus ineens dat ik hier serieus een heel afgebroken stuk heb. Mijn haar is echt extremely aan het recoveren van de zwangerschap. Oftewel, gewoon aftakelen. Halleluja. Wat erg. Misschien weten jullie al dat ik sinds vorig jaar al zo'n jas wil. En dat Bart het echt geen goed idee vond. Maar nu heb ik hem toch gewoon gekocht via United Wardrobe van Sarah. Helemaal blij mee. I love it! Thank you voor degene die deze aan mij verkocht heeft voor... Wat was het? 43. Mooi prijsje. En precies op tijd, want deze doen we natuurlijk aan naar Cats. Food of today is courgette met... Hoe heet het ook weer? Tortellinis met kaas erin. Super lekker. Yeah, we are ready to go. Ja, helemaal kat style. Cat style. Doei schatjes. Doei schat. Doei. Zeg eens doei chicks. Doei. Doei liefie. Doei. Doei liefie. Je slaapt ons. Nou ja, hij is heel erg verbaasd dat ik wegga. We zijn bij de RAI. Ik ben ook heel erg benieuwd trouwens of het leuk is voor kinderen. Want dat kon ik niet echt eigenlijk vinden. Dus ik heb geen idee. Maar ik ga er wel een beetje stiekem van uit. Ik zag wel dat iemand de Adderbeer flipflak een loopzand erop. Zo vet. Ja, zie je. Dus dat is echt wat voor Jola. Tada! Op de rode loper. Jola. Jol verveelt zich nooit. Ach. Tada! Hoe je? Yeah. Ja. Deze moet je er nog zeker niet aan laten. Snoeps! Zet gewoon te kijken. Hier komt de catwalk. Ja. Zo, het gaat bijna beginnen. Ja, en dit ziet er al heel mooi uit. Moet je even laten zien. Echt een heel mooi podium, zal ik even laten zien. Ja. Wauw, mooi. Wow. De opa-kat zit nog op het podium. Deel 2, joh. Ja, die is waarschijnlijk net af geweest. Ja, het is wel een beetje wennen dat het Engels is, maar er is ondertiteling boven het podium. Ja, dat is wel. Dat is heel handig, hè? Ja. Thank you.
favoriet is die, de witte. Die is ook heel lenig. Lenig, hè? Ja. Maar dat was niet degene die de flikflaks deed op het einde. Tada! Het is serieus 11:30. Dit is 11:30. Jola heeft morgen wel vrij, hè? Niet dat jullie denken, oh, wow. Nee, morgen is Jola de kerstvakantie al eerder begonnen, omdat ze studiedag heeft op school. Maar Jola, ik weet niet wat jij gaat doen, anders blijf je maar op de bank slapen. Ik ga niet van naar boven, want ik ben kapot. Tot zo, Bart. Tot zo, Lisa. Het was echt superleuk. Ze heeft er echt van genoten. Ze heeft er echt doorheen gekeken dat ze het niet kon verstaan. Zelfs ik kon het eigenlijk niet zo goed verstaan. Want het is Engels, maar het is heel veel zang door de dans heen. Dus het is ja, echt een beetje musical-achtig gezongen. Het is moeilijk te volgen. Maar ze hebben ook gewoon van die schermen aan de bovenkant met een stukje ondertitel tekst in Nederlands. Dus die kun je meelezen. Dat kon Jola ook meelezen. Dus dan snap je een beetje waar het over gaat. Maar het is vooral gewoon mooi qua dans en qua kostuums. Echt geweldig, geweldig, geweldig. Dus heel erg leuk, zelfs voor met kinderen. Wel een beetje laat voor jullie, dus we gaan nu snel naar bed allemaal. Thank you for watching, see you in the next vlog. Kerst in zicht, jawel.